Op dat ogenblik meende Durian iets te zien wat onmogelijk was. Toen ze langs de flakkerende lantaarns liepen, waren hun schaduwen op de wand te zien, behalve die van Lazarus, alsof zijn aanwezigheid maar een illusie was. Dit was het spannendste stukje in het boek die mij overtuigde om dit boek meteen uit te lezen. De titel van het boek is Septemberlichten en het verhaal speelt zich af in het verleden. Het begon allemaal toen een zekere Armand op een koude winternacht in 1936 stierf, waarbij hij zijn gezin met hoge schulden achterliet. Zijn vrouw Simone en hun kinderen Irene en Dorian leefden voor een half jaar in armoede, tot een oude vriend van Armand hen in contact bracht met een speelgoedfabrikant, namelijk Lazarus Jan. Jan laat het gezin bij hem wonen en neemt Simone als zijn huishoudster in zijn huis genaamd Gravenmoren. Maanden gaan voorbij en Irene maakt al snel een goede band met een vissersjongen Ismaël. Zijn 15-jarige zus genaamd Hanna werkt ook als huishoudster in Gravenmoren. Al het mysterie begon op een nacht toen Hanna de luiken van de westelijke vleugel van het gebouw hoorde klapperen. Toen ze de luiken had gesloten, zag ze iets vreemds. In de hoek van de kamer ziet ze een kleine kristallen flacon staan. Ze opent hem, waarna er een zwarte massa op haar afkomt. Deze schaduw achtervolgt haar zodra ze het op een rennen zet en haalt haar halverwege het bos in. 2 dagen later werd ze doodgevonden. Irene en Ismaël besloten de moordenaar te gaan zoeken. Ismaël vermoedde dat de moord iets te maken had van de mythe van de septemberlichten, daarvan ook de titel van het boek. De mythe ging erover dat er jaren geleden een gemaskeerde vrouw naar de verlaten vuurtoren zou hebben gevaren en daarbij zijn omgekomen. Snel komen ze in actie en komen te weten dat de zwarte schaduw en Jan heel hard op elkaar lijken als 2 druppels water. Deze thriller werd geschreven door de Spaanse Carlos Ruiz Zafón, die jammer genoeg op zijn 55 jaar overleed. In een interview heeft hij verteld dat hij al van zijn 6-jarige wist dat hij schrijver wou worden. Hij studeerde informatiewetenschap, maar was toch overtuigd dat schrijven iets voor hem was. Ik ben niet echt een persoon die van lezen houdt, maar toch slaagde dit boek in om op elke hoofdstuk te verbazen en ervoor te zorgen dat ik verder las. Ik voelde echt precies dat ik in elke situatie meespeelde in dit betoverend verhaal. Toch moet je wat oppassen, omdat het verhaal best een enge kant bevat en je nooit zeker weet of de persoon wie je het meeste vertrouwt wel een echt persoon is, of toch maar een simpele illusie.